Goedemorgen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik beginnen met een nieuwe soort serie op YouTube. Het leek mij wel een heel erg leuk idee omdat ik niet echt kan weekvloggen, omdat ik gewoon vaste dagen werk. Daarom leek mij dit een goede oplossing om jullie random delen van mijn week mee te nemen in mijn glow-up journey. En dit betekent niet alleen van de buitenkant, maar ook van de binnenkant, dus mentaal en fysiek. En ik dacht, het is misschien leuk om gewoon een soort van standaard weekvlog te gaan doen waarin ik aan mezelf werk. En misschien inspireer ik jullie om dat ook te doen. En kun je het lekker op de achtergrond aanzetten terwijl je misschien ook lekker iets voor jezelf aan het doen bent. En zeker niet de focus te leggen op heel erg perfect te moeten zijn en allemaal dingen doen die heel erg onrealistisch zijn. Dus ik wil het gewoon zo realistisch mogelijk houden en haalbaar mogelijk ook voor mezelf. Omdat ik zelf heel erg kan doorslaan in dingen en dingen heel erg perfect wil. En de dingen die ik op social media zie, dat ik die ook wil hebben. Dus ik wil eigenlijk een soort glow-up serie gaan doen waarin dit gewoon heel erg realistisch is. Het is nu maart en winter is niet helemaal mijn seizoen, om eerlijk te zijn. Ik weet niet. Het is niet de periode dat ik het beste uit mezelf haal. En het begint nu al een beetje lekkerder weer te worden. De dagen worden wat langer. Nu ben ik weer gemotiveerd om aan mezelf te gaan werken. Dus vandaar deze serie. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vinden. Laat even weten of jullie het leuk vinden. En misschien hebben jullie nog leuke ideeën wat ik ook kan gaan doen. Of dingen waar je benieuwd naar bent. Ik ga de dag beginnen met skincare. En zoals je misschien kan zien heb ik best wel een onrustige huid. Ik heb van mezelf dus acne. Sinds dat ik iets van 1,5 jaar geleden ben gestopt met de pil heb ik acne. Ik heb nooit echt een super mooie huid gehad hoor. Maar sinds dat ik gestopt ben met de pil werd het echt verschrikkelijk. En nu valt het op zich wel weer mee. Maar ik moet wel altijd echt bewust zijn in de dingen die ik gebruik vooral. En ik ga ook naar mijn schoonheidsspecialist. Mijn huid is gewoon altijd wel zo'n soort strugglepunt geweest waar ik altijd mee heb gezeten. En altijd graag een mooiere huid wil hebben. Maar goed, voor nu, dit is echt veel beter dan wat het eerst was. En ik ben dus nu een beetje op zoek naar budget, goede skincare waar ik gewoon op kan vertrouwen. Die ik gewoon altijd kan gebruiken en weet dat het goed zit. En normaal heb ik altijd, dat heb ik hier liggen, Hanna. Ik weet niet of jullie dat merk kennen, maar daar doe ik mijn behandelingen. Dus ja, ik vind het een super fijn merk. Alleen het is gewoon echt heel erg duur. Ik denk dat je voor dit een reiniging iets van €55 betaalt. En ja, zo super lang doe je er ook weer niet mee. Dus ik was heel erg op zoek naar een beetje budget dingen. Daarom ben ik Fleur Maxime gaan volgen op Instagram. Ik vind haar echt helemaal top. Zij geeft allemaal skincare tips en ook budget tips. En zij weet gewoon echt waar ze het over heeft. Ik vind haar echt super fijn. Ik zal haar naam even in beeld laten verschijnen. En daarom ben ik nu een beetje aan het experimenteren met nieuwe skincare. Dus dat wil ik eigenlijk een beetje gaan doen de komende tijd en jullie daarin ook meenemen. Ik ben nu echt net begonnen met het gebruiken van CeraVe. Dat is echt super goedkoop. Die kan je gewoon kopen bij de Ethos. En volgens mij kost dit ongeveer €13. En dit kost echt €55 of zoiets. Dus ik ben nu begonnen met dit gebruiken. Ik merk dat mijn huid heel eventjes moet wennen. Dus ik hoop dat het nu beter gaat en dat het niet ligt aan omdat het niet werkt. Want ik hoop heel erg dat het werkt omdat het zo goedkoop is. Ik wil niet alle skincare dingen door elkaar opnieuw gaan proberen. Want stel ik krijg een onrustige huid, dan weet ik niet waardoor het komt. Dus ik ben het een beetje stap voor stap aan het doen. Ik heb al wat verschillende skincare dingen besteld. Dus hier ben ik net mee begonnen. Ik denk dat ik hier 5 dagen mee bezig ben. En op zich gaat het prima. Dus ik ben vandaag ready om een nieuw product te gaan proberen. En dat is deze. De Vichy Serum. Dit heb ik ook gekocht bij de Ethos. En is ook echt budgetproof. Ik weet niet meer precies hoe duur het was. Maar echt niet duur voor een serum. En deze blijkt echt super hydraterend te zijn. Dus ik ga hem vandaag eigenlijk voor het eerst gebruiken. Ik ben echt heel erg benieuwd. Zo ziet hij eruit. En ja, er zit ook best wel veel in. Dus ik ga het gelijk met jullie even testen. Het ruikt niet echt naar iets. Ik heb even een spiegeltje naast mijn camera gezet. Ik had nu dus eigenlijk echt een hele stabiele skincare routine. Waarin ik gewoon echt een goede huid had. Alleen, ik vond het gewoon echt veel te duur. En ja, dat ga ik gewoon niet volhouden. Ik gebruik trouwens Hanna echt al heel lang hoor. Ik denk echt al meer dan 2 jaar. En ik vind het echt een super fijn merk. En ja, ik ben er wel heel erg blij mee. Alleen ik wil gewoon heel graag wat meer de budgetkant op gaan. Elke keer is het gewoon janken als dan een product weer op is. En je denkt, oh nee. En meestal gaan producten ook allemaal tegelijk op. En dan is het gelijk super duur. Het product voelt gewoon prima aan. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe mijn
huid erop gaat reageren. En voor nu ga ik dan nog gewoon even de Fade Treatment dagcreme gebruiken van Hanna. Die gebruik ik altijd al. Ik heb voor later, misschien deze week of volgende week, heb ik deze van La Roche-Posay. Dit is een dagcreme en die is ook echt heel goedkoop. Die wil ik uit gaan proberen. Alleen ik durf het nu nog even niet. Omdat ik bang ben dat ik te veel nieuwe dingen uit ga proberen. En ik gebruik de Lip Sleeping Mask van Laneige voor mijn lippen. Ik heb wel het idee dat ik er een beetje puistjes van krijg. Maar ik weet het niet 100% zeker. Op mijn lippen, zeg maar. Dus ik probeer het zoveel mogelijk in mijn lip te doen. Op mijn lip te doen. Ik vind deze wel echt heel erg fijn. En hydrateert echt heel erg goed. Nu ga ik even mijn make-up verder doen. En mijn haar. En dan kan mijn dag beginnen. Oké, ik ben net heel even snel naar de winkels geweest. En ik heb zo'n brush cleaning pad gekocht. Ik wilde mijn kwasten gaan schoonmaken, maar toen dacht ik opeens, dit is echt heel erg handig om te hebben. En ik moet het gewoon echt vaker gaan doen, want ik doe het echt niet vaak genoeg. En daar krijg je ook gewoon buizen van. Dus ik ga dit gewoon volhouden om elke anderhalve week ongeveer te gaan doen. Ik dacht sowieso van, ik ben echt super slecht met haarmaskers, gezichtsmaskers, peelings, dit soort dingetjes. Ik weet niet, ik hou het niet vol. Dat doe ik dan 2 weken en dan daarna dan verslond ik het. En dan doe ik het maar 1 keer in 1,5 maand of zo. Dus ik dacht, eigenlijk moet ik gewoon een standaard dag hebben dat ik dat elke week doe. En ik dacht, ik denk dat ik dat op maandag ga doen. Maandag is dat een beetje een dag voor mezelf. Ik heb dan meestal helemaal met niemand afgesproken. Dan doe ik gewoon lekker mijn eigen dingetjes of ik ga opnemen voor YouTube. Dus ik dacht, dat is eigenlijk wel gewoon een goede dag om dat gewoon vol te gaan houden. En standaard elke week die dingen te gaan doen. En ik had even een beetje research gedaan van met wat maken mensen hun kwasten schoon. En sommigen doen het echt letterlijk met afwasmiddel. Nou, ik weet niet, dat lijkt me dan niet helemaal goed. Sommigen doen het met shampoo of gewoon met zeepblokje. Dus ik dacht, ik vind het zonde om dure shampoos te gaan gebruiken. Dus ik heb nu gewoon bij de Hema even een grote fles voor 1,50 gehaald. En ik heb ook nog even
een wimpercurler gehaald. Want die van mij gaat elke keer kapot. Dus ik heb hem gewoon even bij de HEMA gehaald. Ik hoop dat deze goed is. Normaal haal ik hem bij de Douglas volgens mij. Dus dat is wat ik heb gekocht. En ik ga nu even mijn kasten schoonmaken. Oké, ik ben nu deze vlog aan het editen, zoals je kan zien. En misschien dat je een slechte audio hoort, want ik neem het even snel op met mijn telefoon. Ik heb hier echt 15 minuten aan beeldmateriaal. Hoe kus ik me vol? Hoe erg gedemotiveerd ik ben om iets te doen met mijn dag? Omdat ik heel veel social media had gekeken en helemaal het gevoel had dat ik minder waard was dan anderen. En I don't know, ik was echt heel sad. Ik had heel erg het gevoel dat anderen inspirerender zijn dan ik en verder zijn dan ik en dat hun leven er allemaal heel erg perfect uitziet. Terwijl je maar zo'n klein beetje van hun leven eigenlijk ziet en dat ik dat eigenlijk ook wel weet, maar dat ik toch beïnvloed word door de dingen die ik zie op social media. Daar gaat eigenlijk heel het verhaal over. Alleen ik zeg het echt in een kwartier tijd en ik zeg het echt op een hele lage energie. Dus ik bespaar jullie dat even, maar dat is wat ik dus hier zeg. Ik ga jullie nu gewoon lekker verder laten kijken naar de rest van de vlog en niet te veel negativiteit in deze vlog stoppen, want het is ook niet leuk. Dus dat wilde ik nog even zeggen. Het is wel grappig, want ik ben dus nu aan het journalen. En er zitten dus allemaal vragen in het boek. En nu is dus de vraag, wat doe je als je je niet goed voelt? Wat zijn dingen die je dan snel gaat doen? Bijvoorbeeld, ik heb heel erg veel ongezonde dingen eten. Shoppen online. Mezelf vergelijken met anderen. Veel op social media zitten. Dat zijn zeg maar de dingen die ik doe om snel mijn gevoel beter te maken. Ze zegt dan ook, schrijf dingen op die je juist beter kan doen om je beter te gaan voelen. En ik heb dus nu opgeschreven douchen, wandelen, mediteren, muziek luisteren, lezen, social media even vermijden, met mijn hond knuffelen, tijd met familie doorbrengen en journalen. Dus het is wel goed om even die realisatie te hebben van wat doe ik dan eigenlijk om het snel te fixen in mijn hoofd of zo, terwijl dat het eigenlijk alleen maar erger maakt, want dan ben ik daarna weer teleurgesteld dat ik dat heb gedaan. En wat is juist goed om te doen? Dus het komt precies goed uit deze vraag. Thank you.
Signs, you're looking like a one-way. Gotta make the right choice. Hope I make the right noise. Hoping that you like, but it's like me. I leave feeling me from across the road. I got a feeling you could be my bitch. Het is woensdag en ik ben uit mijn negatieve vibe. Ik was echt zo erg negatief aan het doen. En ik weet niet, ik zat er gewoon even niet lekker in. Maar nu, het is woensdag, ik voel me oké, ik voel me goed. Ik ben positief opgestaan. Ik had gisteravond weer lekker een avond voor mezelf genomen. Ik ga straks met een vriendin eventjes naar de stad toe. Voor de rest van de dag, ik heb eigenlijk echt helemaal gewoon geen plannen. Ik heb sowieso deze week het lekker rustig. Dus ja, daarom dacht ik ook perfect om te vloggen. Ik heb trouwens gisteravond de Elite uitgelezen. En ik heb alvast deel 3, The One, naast mijn bed gelegd. Zodat ik die kan gaan lezen. Want ik vond de Elite echt mega leuk. Ik zat er zo erg in. En ik wilde echt gewoon het einde weten. Ik bleef maar lezen en lezen en lezen. Ik heb dat boek echt binnen 3 dagen uitgelezen. En dat is snel, voor als ik er geen YouTube video over maak. En jullie hebben massaal gezegd dat ik A Court of Thorns and Roses moet lezen. Dus in de volgende vlog, dat is wat meer een boekenvlog, dan ga ik die lezen. Het sneeuwt dus echt heel hard. En ik vind dat gewoon niet fijn. Want het is echt van die natte sneeuw. Het is maart. Ik weet niet, ik heb het gevoel dat het dan weer lekker weer moet gaan worden. Maar dat is dus niet het geval. Daar baal ik van. De vlog is lekker vanaf nu. Positive vibes only. Weet je wat ik heel erg heb? Ik wil heel erg that girl zijn die je op TikTok ziet. En die altijd productief is. En altijd groene sapjes drinkt. En elke dag sport en mediteert. En altijd superleuke kleding aan heeft. En er altijd fleeky uitziet. Maar dat ben ik niet. Ik kan proberen te zijn, maar het is heel vermoeiend, want je bent het niet. Dus je kan heel erg je best doen om het te proberen. Maar elke keer zal je weer falen. En weer teleurgesteld zijn in jezelf. En dat is ook werk. En dan heb ik opeens die motivatie dat ik denk, oh, ik kan ook die girl zijn. Ik kan zijn wie ik wil. Ik ben ook een levensgenieter. Maar ja, misschien genieten hun ook wel van het leven. Maar hun zijn gewoon zo. Of hun doen alsof ze het zijn. Ik weet het niet. Je moet gewoon blij zijn met wie je bent en lekker jezelf zijn. En aan jezelf werken is altijd goed. Zolang je maar bij jezelf blijft. En dit op een gezonde en realistische manier doet. Dat is de mooie boodschap van vandaag. En nu ga ik naar de stad. Je ziet er altijd leuk uit. Heb je nou dezelfde tas als ik? Ja. Ja. Hey. Die wil ik lezen. Want waar gaat het over? Ik weet niet. Gewoon een leuk titel. Zij drinkt nooit koffie, dus. Ik proef alleen maar schuim. Oh. Ik ben mijn statief vergeten van mijn camera, dus het beeld is een beetje laag. Maar goed. Ik dacht, laat even zien wat ik allemaal heb gekocht in de stad. Want ik heb een aantal dingen gekocht, niet heel veel. Ik heb de niacinamide. Ik ga niet eens mijn best doen om uit te spreken hoe dit heet. Want geen flauw idee hoe je dit uitspreekt. Maar deze is echt maar 6 euro en ik heb heel veel goede dingen over gehoord. Sowieso over de Ordinary. Dus ik dacht, dan kan ik een beetje afwisselen met die andere serum die ik ook heb. En dan wanneer ik heel erg last heb van puistjes, misschien deze gebruiken. Dan heb ik Pulging 2, een haarband, gekocht voor als ik een masker ga doen. Ik had de vorige keer in een vorige video, ik weet niet meer welke video het was, had ik ook zo'n band gekocht bij de Primark volgens mij. Nu heb ik hem bij de Kruidvat, of nee, bij de Ethos.
bij de Ethos gekocht. Maar dat was echt zo lelijk. Dus ik heb nu gewoon even een dunne zwarte basic haarband gehaald. Ik dacht, handig. En ik heb iets heel leuks gehaald. Want ik had een tijdje geleden een cadeaubon gehad voor bij een edelstenenwinkel. Dus wat heb ik gekocht? Ik heb deze parel gekocht van die cadeaubon. Echt zo leuk. Echt helemaal uitgezocht wat ik het leuks vond. Dat is deze vaccinelichthouder. Hoe leuk is dit in een rode kwarts? Ja, ik word er helemaal blij van. Hoe leuk als het 's avonds brandt. En het geeft echt zo'n mooi licht. Ik heb helemaal zin om deze vanavond aan te branden of aan te doen. Dus dat heb ik gekocht. Dat was het eigenlijk hoor. Voor de rest heb ik gewoon nog een koffietje gedaan. En we zijn nog even naar de boekenwinkel geweest. Ik dacht als ze de Crown hebben van de Selection serie, dan ga ik hem kopen. Maar die hadden ze nergens. Ik heb wel Aranka zover gekregen om haar eerste fictieboek te kopen. Zij leest dus echt helemaal niet. Ze heeft Edenzo dus gekocht. Lekker goede basic om mee te beginnen. Dus ik ben echt heel benieuwd wat ze ervan gaat vinden. En ik ga nu denk ik even wandelen met mijn hond. En daarna, ik weet nog niet wat ik ga doen. Aan de ene kant ben ik wel weer even klaar om misschien een nieuw vision board te gaan maken. Dus misschien dat ik dat ga doen. Maar ik moet er nog even over nadenken waar ik zin in heb. Want ik kan ook gaan sporten vanavond. Ik zit niet meer helemaal goed in mijn sportritme. Ik sport nu gewoon één keer in de week. Meestal op zaterdag. En eerst sportte ik wel echt meer. Maar ik weet het niet. Soms heb ik wel motivatie, soms niet. Soms ben ik even meer van de wandelen. En I don't feel the motivation. Ik ga nu in ieder geval even wandelen. En dan zie ik jullie zo. Daunting, but we'll get through it one step at a time. I'm gonna take these off now.